gezien heb. Ik vind het qua veldspel waanzinnig goed. Het enige wat nog ontbreekt, waar ik een beetje bang was, vond een echte spits. Die Voskamp mis je echt. De veldmaat is misschien meer voetballen dan Voskamp, maar ik weet wel zeker dat die ballen die voor die goal gekomen zijn, een Voskamp 1-2 maken. Maar qua spel waanzinnig. Hey, Joshua Zon, hè, die zag je ook een beetje falen in de afwerking. Hij had de bal ook kunnen voorleggen. Is dat het egoïsme van Joshua Zon of is dat wat anders? Nee, ik denk egoïsme. Want hij is een van de drie voetballers die in Borg blijven staan. Maar ik vind hem weer een van de mindere. Terwijl die jongen in potentie goed kan voetballen. Maar ergens denk ik gewoon dat egoïsme is op die ballen niet wil geven en dingen zelf wil doen. Dan wat randzaken. Denk je dat de aanstelling van Vloed wat teweeg heeft gebracht hier? Is er een positieve vibe going on? 1000%. Kijk, iedereen krijgt er zin in, weet je wel. Je hebt gewoon een elftal staan, dan lopen gewoon de Ton Overtoom, een Steven Nieuwendaal, een Jeroen Velmaten. Je ziet gewoon jongens, weet je, die boven de 25 jaar zijn en vanaf 25 jaar. Beter dan de jongetjes, weet je, van 18 jaar en 17 jaar. Die er misschien ook wel komen over 4, 5 jaar, maar er nog niet zijn. Dit zijn gewoon jongens die staande. Ik vind het gewoon een geweldig elftal. En ik weet zeker dat wij met Willem 2 gaan kijken wie de kampioen wordt. Wat denk je van de tweede helft als deze wedstrijd neerzetten? Nou, ik denk gewoon, weet je wat, we hadden eigenlijk allemaal 2-0 voor moeten staan. Ik denk dat het gewoon 2-3-0 gaat worden. En dat wij gewoon na vandaag met Eindhoven bovenaan staan. Oké, we spreken elkaar na de wedstrijd. Het is goed, joh.